Lost in the Dream staat erop. Under Pressure is allemaal een beetje van toepassing. Een beetje onder druk en toch een beetje Lost in the Dream. Dus ja, ik vind het... Want u moet onder druk verkassen? Ja, echt druk maar. Ja, maar je zoekt een plaat en een beetje de muziek die bij me past. En dit is wel... Dit vind ik wel een van de laatste bandjes die echt heel mooie muziek maken. Ik vind het. Het MBI-terrein in Raalte. Bolwerk van wat seks, misschien een beetje drugs, maar vooral rock'n'roll. Al jarenlang ligt het terrein braak, maar de sloopvergunning voor de oude betonfabriek is verleend. Tot groot verdriet van terreinbeheerder, vinylkunstenaar en oud-MBI-medewerker Henk Sielman. Als je dat bedenkt dat Kensington hier begonnen is voor een man of 100. Voor 2 keer optreden en nog wel andere kraantje papi en dergelijke en andere artiesten die later groot geworden zijn. Ja, dan denk ik van ja, het is toch allemaal hier, het is hier gebeurd. Ja, tuurlijk doet dat pijn. Tuurlijk, dat is, ik ken elke centimeter ken ik hier. Dus ik zit hier ook 30 jaar op de bedrijfswoning en dat is dus eigenlijk het, ja, vandaar als je hier 30 jaar zit. En je kent elke centimeter, dan wordt het iets eigen, hè? Ja. Dan wordt het, ja, wordt het iets van jezelf. Niet dat mag, maar dat gebeurt gewoon. En dan komen de mensen van alle kanten eens kijken van, nou, wat gebeurt hier allemaal? Wat doet die man allemaal? Sielman gebruikte de immense fabriek om zijn creatieve uitspattingen de ruimte te geven. Ik heb mijn eigen vorm van kunst kunnen ontwikkelen. En dat is eigenlijk het hele verhaal. De sloopvergunning is verleend. Het verpauperde MBI-terrein was een doorn in het oog van de gemeente Raalte. En we vinden ook dat we hier wat mee moeten doen. Het is 4 hectare groot. Het ligt hier maar te vloederen. Er gebeurt niets mee. In mijn ogen vind ik het een beetje een rotte plek van Raalte. En een rotte plek, daar moet je of de rotte plek uit de appel halen. Of je moet het helemaal gaan renoveren. Voor kunstenaars is de sloop van de fabriek misschien een verlies. Maar voor de herstructureringsmaatschappij Overijssel, HMO, voelt het als een overwinning. Ik denk dat niemand met enige beleving naar deze plek kijkt en zegt, goh, wat is die mooi. En natuurlijk heeft zo'n plek emotie. En natuurlijk is het ook belangrijk om daar wat van terug te laten komen. En ik kan me ook zeker voorstellen dat je op deze plek recht wil doen aan de geschiedenis van de plek. Maar dat heeft niks te maken met het wel of niet laten staan van dit pand. Dan moet je gewoon reëel zijn. Dit is een oud vervallen pand. Het is gewoon gevaarlijk. We hebben doorlopend te maken met mensen die op gepaste en ongepaste momenten op het terrein zijn. Het is heel simpel. Dat moet je niet willen. Provincie, gemeente en andere partijen stoppen tonnen aan euro's in de sanering. Wat er precies terugkomt op het terrein is nog niet helemaal duidelijk. Kleine bedrijvigheid en ruimte voor cultuur. Zo krijgt de carnavalsvereniging er straks waarschijnlijk een plekje. Een ontwikkeling als deze, en dat is een beetje de tijd waarin we leven, denk ik. Waar we vroeger, denk ik, een aanbod konden realiseren en konden zeggen, er is 4 hectare te koop, is die tijd voorbij. Je zult dit soort ontwikkelingen van onderop op moeten bouwen. Wij vinden de carnavalsvereniging ook een belangrijke partij, omdat die ook maatschappelijk verbonden is aan Raalte. Daar zit bedrijfsleven aan verbonden. Nou, door dit soort partijen hier op het terrein te krijgen, denken wij ook dat van onderop goed gaat werken. Mensen gaan zoeken naar mogelijkheden, mensen gaan hier kansen zien. En dat is eigenlijk de ontwikkeling die we hier een kans willen geven. En dat vind ik eigenlijk een uitstekende broedplaatsgedachte. Het wordt geweldig hier. En ik denk dat heel veel organisaties en instellingen, dat het hier echt een broedplaats wordt van creatieve ideeën. En ja, schilders kunnen hier wat gaan doen. Ja, dat wordt geweldig hier. Dat gaat zeker een parel worden op het moment dat het de verbinding met binnen de Raalte gemeenschap gaat versterken. Dit gaat functie hebben voor het centrum, dit gaat functie hebben voor de woongebieden in het noorden van Raalte. En in die zin gaat het absoluut een maatschappelijke parel worden. Een maatschappelijke parel waar wellicht ook nog wel plek is voor Henk Sielman. Maar dan wel in een nieuw onderkomen, want van de oude fabriek blijven alleen nog herinneringen over. Ja. Dat is, ja, zeg maar, dat is de blues. Het is wel een beetje blues hier. Ja, sad stories.